Bij de toeslagenaffaire hebben we gezien wat er kan gebeuren als de overheid niet open is en documenten worden achtergehouden. We willen dat bestuurders verantwoording afleggen aan de groepen waarover besluitvorming gaat. Scholen verantwoorden hun beleid aan studenten en ouders, woningcoöperaties aan de mensen die in hun huizen wonen en pensioenfondsen aan wiens pensioen ze beheren. Zo brengen we politiek en bestuur weer dichter bij mensen.